Van harte welkom deze vrijdag. Precies een week lang zijn nu alle musea gesloten. En nu een week lang spreken we of staan we met onze neus bovenop het meisje met de parel. En we hebben al ontzettend veel aan haar ontdekt. Ik denk dat vandaag de laatste dag wordt dat we het over haar hebben. Zij is geschilderd rond 1665 hier in Delft. Waar ik woon. Ik ben ook erg geïnspireerd door haar. Op mijn website Winkelaar Works zie je ook het werk wat geïnspireerd is op het werk van Johannes Vermeer. Wat bijzonder is, is dat precies dezelfde tijd dat dit werd geschilderd, dat het meisje met de parel werd geschilderd, heeft Vinkboons dit geschilderd. En waar kijken we nu naar? We kijken naar een aquarel van Vinkboons, geschilderd rond 1665 dus. En we zitten nu niet in Nederland, maar we zitten in Afrika. We zitten, om precies te zijn, aan de Goudkust. En waar je nu naar kijkt, dat is Fort Elmina. In 1665 heeft de West-Indische Compagnie Fort Elmina veroverd. En dat werd het belangrijkste doorvoerpunt voor de slaafgemaakte in Afrika. Voor de kust van het fort werd gehandeld met de slavenhandelaren. En, en in dat fort, daar zaten dus de slaafgemaakte. En het was hun laatste stop voordat ze naar de Nieuwe Wereld of naar Europa gingen. Vreselijk als je het zo kijkt. Het ziet er heel mooi en het ziet er eenvoudig uit. Maar afschuwelijk. We kijken naar het begin eigenlijk van de slavenhandel. Waar trouwens Johan Maurits zelf, het naamgeven van ons gebouw, ook een grote rol in heeft gespeeld. Daar ga ik nog op, terugkomen. Ik vond het een mooie... het is mooi om dat gewoon samen te zien. Dat ze tegelijkertijd zijn geschilderd en twee hele verschillende werelden laten zien. Mocht je nou nog wat willen nalezen of veel meer weten, dan kan je op de site van het Mauritshuis terecht. Morgen ben ik er niet. Ik heb in deze dagen, vind ik het toch wel heel erg fijn om een beetje aan het vast te houden. En over het algemeen ben ik in het weekend vaak thuis. En bij het gezin. Dus ik ga daar toch ook deze dagen ga ik dat doen. Tot maandag, lieverds.